mezelf beschrijven in 3 woorden, dat vind ik zo... Ja, dat is natuurlijk onmogelijk. Of ik moet mezelf dan zo samenballen tot iets. Dan zou ik zeggen, schrijver, mama en gewoon idiote. Nee, ja, ik denk dat dat zo een beetje een samenvatting is. Ik val op vrouwen. Dat is mijn normaal. Dus ik moet dat eigenlijk niet gaan voor mezelf definiëren. Maar het is de andere die je dan natuurlijk laat ernaartoe dwingen. Hè? Dus nee, als ik mezelf moet omschrijven, is dat niet zoiets van hey, ik ben Saskia en ik ben lesbisch. Nee. Ik denk dat ik verschillende coming-outs heb gehad, maar ook al... of mijn moeder, denk ik, die vermoedde dat wel al. Maar die zei dat dan zo in een soort van verwijt. Van, jij bent toch niet lesbisch, zeker? Mijn ouders hadden en hebben daar heel veel moeite mee. Maar dus ik dacht van, ik ga dat nu doen. En wat gebeurde er? Mijn zus die maaide het gras van voor mijn voeten en ging haar coming-out doen. In eerste instantie was het toch zo van, het is niet waar. We wouden dat eigenlijk alle twee niet, natuurlijk. Als zussen, ja, waren wij zo toch... Dat is wel moeilijk geweest, omdat er een soort van... Ja, onuitgesproken competitie was bijna, hè? Voor zo, een knap meisje, oké. Zien we dat wel alle twee. Dus we hebben ons tegenover elkaar ook moeten outen, inderdaad. En dat is zo geleidelijk gegaan. Dat was niet zo één ultiem gesprek of zo. Er zijn wel momenten waarop ik mezelf erop betrap of dat ik opmerk van, goh, ik heb hier geen zin in om mij te moeten outen. Of om... Ik was bijvoorbeeld onlangs in Cairo. Ik was met schrijvers aan het praten daar. En ik voelde aan alles aan van, ik moet hier nu gewoon een beetje kop in kast. Ik kan nu niet gaan vertellen over mijn geaardheid. Toen ik zo mijn doorlopige schrijfambities had als jonkie, dan vond ik dat wel, bijvoorbeeld Jeanette Winterson, ik vond die fantastisch. Om wat ze schreef en omdat zij gewoon, bijvoorbeeld Written on the Body, eigenlijk het bejubelen van een vrouwenlichaam, subliem geschreven. Wat ik schrijf eigenlijk, dat gaat niet alleen over lesbische thema's of zo. Dat zou ik zo klein vinden, omdat het, ja, dat de wereld ook groter is dan dat. Maar ik vind het wel belangrijk. Alleen bij mij is het zo, ik schrijf ook columns bijvoorbeeld. En daarom vind ik het echt wel belangrijk om een heel duidelijk standpunt in te nemen. En ergens voor op de barricades te gaan staan. Mijn meest recente roman, Nachtouders, die gaat dan wel over het ouderschap. Doordat ik zelf een zoontje heb gekregen, dat biologisch niet mijn zoontje is, maar met een andere mama. En ja, daar wou ik echt wel over schrijven, zonder schaamte of zonder een soort van decor op te trekken. Dus dat ligt wel dicht bij mij. Ja. Als ik rondkijk, dan zie ik dat er heel veel gebeurt. Dat er iets beweegt, het is geen stilstaande pool. Er is veel stroming, maar wel in twee kanten of in twee richtingen. En dat is het moeilijke, hè? Dat er veel tegenover elkaar gesteld wordt. Hè? Hongarije en Polen en dan de rest van de Europese Unie. Het goede is wel, denk ik, dat bijvoorbeeld België echt wetten heeft die mij ook effectief geholpen hebben. Bijvoorbeeld, hè? Zo, ik moest mijn zoontje niet meer adopteren, maar dat was onmiddellijk een handtekening. Oké, ouders voor het leven, dat vind ik echt... Dat is vanzelfsprekend en dat is fantastisch dat het gebeurt, hè, dat de wetten dat allemaal voorzien. Ja, bergen onder water. Hoofd, helaas. Nacht. Stad, definitely. Vuur. Daar. Dat is het verlangen. Intro, vert. Vooruitgang. Droog. Bij liefde hoort ook wel lust. Alleen tussen partners of...